Almeloze Maaike Gerard is een van de 15 modellen die prijken in de pikante boerinnenkalender. Ik ben door een vriendin opgegeven voor de boerinnenkalender. En zo ben ik eigenlijk ook uitgekozen van de, of waren het volgens mij 310 mensen. Heb ik een mail gehad dat ik naar de castingdag mocht komen. Daar heb jij foto's gemaakt en werd er gekeken naar hoe jij op de foto stond, hoe je eruit zag en wat je dan. En daar werd dan weer 25 meisjes volgens mij voor uitgenodigd. Daar werd dan gekeken voor wie er eigenlijk de mooiste waren natuurlijk. En daar zijn 15 meisjes van uiteindelijk geselecteerd. En zo ben ik bij de boerinnenkalender gekomen. Wat heb jij eigenlijk met boeren? Wat ik met boeren heb is dat ik zit natuurlijk in Dronten op school. En ik weet dat het boerenleven, het is gewoon erg zwaar. En ik wil gewoon in de toekomst gaan kijken hoe ik het kan, hoe ik het makkelijker kan maken. En hoe ik als een soort van leek eigenlijk kan helpen in de landbouwsector. En daar ben ik nu ook voor aan het leren. Eigenlijk dat ik meedeed omdat ik, ik weet gewoon dat het voor de boeren erg zwaar is. Ik heb natuurlijk allemaal boeren ook in mijn klas. En ik heb zelf natuurlijk ook in de landbouwsector zit. En ik vind het gewoon erg leuk om nu te gaan kijken wat het probleem is, waar je mee kan helpen en hoe je dat in de toekomst kan verbeteren. Ik ben ambassadeur van Boeren in Ontwikkeling. Dat doen wij samen met een paar studenten. Dit is een soort van cursus, één keer in de twee weken. Het is een tweejarige cursus. Het is ongeveer twee uur op een avond, dus één keer in de twee weken dan. Ongeveer 14 cursussen. En dan, want je hebt vaak boerinnen die natuurlijk met een boer trouwen. En de boerin stapte eigenlijk als een soort van leek in. En wij geven die cursus zo, zodat ze samen over het bedrijfsleven kunnen beslissen. Aan de keukentafel, ja. Vrijdagavond wordt de kalender tijdens een show in Badmen aan het publiek gepresenteerd. Wat doet een wethouder die het sport niet in zijn portefeuille heeft hier op het voetbalveld? Klopt. Nou, dit is een initiatief in het kader van de week van Kom erbij. Dit is eigenlijk de week tegen de eenzaamheid, maar daar hebben we een andere positieve benaming aan gegeven. En je ziet dat in deze week de tal van initiatieven plaatsvinden om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel hebben ergens bij te kunnen horen. En ook op een laagdrempelige manier naar allerlei initiatieven toe kunnen gaan. Waaronder vandaag hier bij Oranje Nassau in het kader van de Walking Voetbal. Betekent dus dat je eigenlijk wilt proberen om de mensen die wat op oudere leeftijd zijn toch beweging te laten doen? Precies, het is eigenlijk een combinatie van en in beweging komen, maar ook vooral je betrokken te voelen. Hè? En ik noemde net al de week tegen de eenzaamheid. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat we op allerlei manieren met een hele brede coalitie, zou ik haast zeggen, van partners in de stad, allemaal initiatieven deze week organiseren om ervoor te zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij wat er in de stad gebeurt. En op die manier dus ook zoveel mogelijk bij erbij horen. Laat ik dat woord maar gebruiken, want daar is het ons eigenlijk allemaal om te doen. Ja, we willen eigenlijk zorgen dat mensen niet in een isolement terechtkomen, dat mensen ook echt het gevoel hebben van ik hoor ergens bij. Daar is dit ook weer een prachtig initiatief van. En u hoort mij al enigszins buiten adem, maar dat komt omdat ik net even heb mogen meedoen. En het is hartstikke leuk om te zien wat de energie ook weer uit dit initiatief komt. En ook dus dat er op basis van de oproep mensen gehoor geven om te kijken van misschien is dat wel wat voor mij. En daar kan ik me hier ook bij aansluiten. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, je had me eigenlijk de woorden uit de mond, want je trok net je jasje uit. Ja. En je dacht van ik doe even een lekker potje mee. En je maakt nog 3 doelpunten ook. Ja, wat is het, hè? Ik vind het altijd heel erg mooi om... Ik ben weliswaar niet de wethouder sport, maar wel de wethouder voor welzijn. Nou, daar houdt dit natuurlijk ook mee verband. Maar als je dan ergens bent en je krijgt de kans om even mee te doen en ook om te ervaren hoe het is voor de mensen die zich hebben aangesloten bij dit initiatief, is het gewoon heel erg leuk om even een potje mee te doen. Hier zit echt een heel sociaal element aan vast. Hè? Mensen komen hier stevast op de woensdagochtend
om een uur of 11 komen ze bijeen. Kopje koffie, er kan nog wat gepraat worden. Nou, vervolgens het veld op met overigens professionele begeleiding. Want er zit hier een trainer bij die ook echt rekening mee houdt dat mensen een goede warming-up krijgen. En vooral ook de oproep voor de mensen die kijken. Kom erbij, ga hier gewoon eens kijken en doe mee. We staan hier op de grens van de Schipsloot en de Beuzensloot. En daar kan Bert Nijkamp van alles over vertellen, want er is een grenssteen opnieuw geplaatst. Ja, dat klopt. Dat wil zeggen, die grenssteen die stond hier al in 1820. Mede eigenlijk naar aanleiding van een decreet wat Napoleon had afgekondigd, is het direct gevolg daarvan dat de grenzen toen nader bepaald werden. En een van de ideeën rond die na de grensbepaling was dat die ook afgebakend moesten worden. En dat werd met grensstenen gedaan. Bepaalde grensstenen bestonden al. Deze is in die tijd geplaatst aan een toen hele belangrijke toevoersweg. De wegen in die tijd, dan spreken we inderdaad over begin 19e eeuw, de wegen waren heel slecht. Het vervoer hier in Twente met name vond over water plaats. En nou goed, daarom staan we ook op deze unieke plaats waar de Schipsloot vanuit Friesveen komende overgaat in de Hollander Graven. Op de grens van de Beuzengraven, zoals op zoveel plaatsen, diende die grens goed afgebakend te worden. En dat werd in dit geval ook door die sloot gedaan. Die grenssteen, Bentheim zandsteen. Daarvan waren er op het hoogtepunt, en dan heb ik het inderdaad over 1830, 24. Uiteindelijk zijn er nu nog 8 over, waarvan er een zestal op de oorspronkelijke plaats staan. En deze is dus vandaag op 4 oktober teruggeplaatst door bouwbedrijf Westerhof. En hoe belangrijk is zo'n markering dat het weer terugkomt? Nou ja, je ziet het al om je heen. Het is een beetje, ik wil niet zeggen heel ongezellig, maar het is een beetje een desolate omgeving. Hoe bijzonder is het om op zo'n plaats, ik memoreer het al eerder, de Schipsloot, om daar een cultuurhistorisch monument te hebben staan van meer dan 200 jaar oud. Wat dat betreft hebben we het hier in Almelo niet voor het oprapen, dus alle kleine beetjes die er zijn, vind ik, moet je koesteren. Dankjewel. Graag gedaan. Wat is er zo leuk om directeur-programmeur van Hof 88 te zijn? Het is een hele veelzijdige baan, waarbij je eigenlijk altijd met mensen bezig bent die het leuk vinden om bij ons te komen. In dit geval bij Hof 88. Publiek komt graag bij ons omdat ze naar een voorstelling willen of omdat ze hun hobby komen beoefenen of een tentoonstelling willen komen bekijken. En de artiesten komen hier graag, want die hebben hun passie om theater te maken. Dus dat kunnen ze dan bij ons komen doen. Dus we zitten eigenlijk altijd in een hele leuke, positieve omgeving. Hof 88 bestaat binnenkort 30 jaar. Hoe zou u Hof 88 willen omschrijven of typeren? Ik zou Hof 88 willen typeren als een klein en intiem theater, wat het heel gezellig en laagdrempelig is om toch hele mooie en bijzondere voorstellingen te komen kijken of mooie films, waarbij eigenlijk er heel veel kwaliteit is om daarvan te komen genieten. Hoe belangrijk is Hof 88 voor Almelo? Hof 88 is heel belangrijk voor Almelo, want we hebben een hele brede functie waarbij heel veel mensen gebruik maken van de faciliteiten die we hier bieden. En dat is dan zowel onze eigen theaterprogrammering, maar ook onze functie als huis voor amateurkunst. We nemen volop deel aan de kunsteducatie voor de basisscholen. Dus alle basisschoolleerlingen die komen meerdere keren tijdens hun schoolloopbaan bij ons naar een voorstelling. We hebben de kunsthal waarbij hele mooie tentoonstellingen georganiseerd worden. Het filmhuis trekt natuurlijk een heel breed publiek voor de kwaliteitsfilms. Dus ja, dat is echt voor ieder wat wils, voor de hele Almeloze bevolking, kan bij ons terecht. Nou is er ook iets van een jubileumprogramma. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, we hebben midden december, 15 en 16 december, hebben we een speciale voorstelling die voor ons gemaakt wordt door het gezelschap Theater Hotel Courage. Dat is een internationaal gezelschap rondom Katrien van Beurden, een actrice. En onder andere Remy van Kesteren is daaraan verbonden, de harpist en componist. En hij gaat ook de muziek voor de voorstelling schrijven. En daar komen allerlei verhalen rondom Hof 88 en uit Almelo, die komen in die voorstelling aan bod. Hoe is de waardering van publiek en artiesten? Nou, Theater Hof 88 wordt heel hoog gewaardeerd, zowel bij het publiek als bij artiesten. Bij het publiek blijkt het wel omdat we genomineerd waren voor het meest gastvrije theater van Nederland. En dat betekent dat we daarmee in de top 10 geëindigd zijn, wat bijzonder goed is voor ons. De artiesten komen ook heel graag bij ons. En dat blijkt eigenlijk uit alle spontane reacties in ons gastenboek. Dus dat, daar komen echt de meest leuke verhalen, schrijven ze daarop, hoe leuk ze het vinden om hier te komen. Kunt u nog een leuke anekdote vertellen die typerend is voor Hof 88? Een hele leuke anekdote was wel in 2015. Toen ging Herman Vinkers zijn oudejaarsconferentie doen. En wij hadden de eer om de eerste drie try-outs daarvan. De eerste keren dat hij dus voor het publiek ging doen, dat kwam hij bij ons doen. En dat moesten we geheim houden. Om te voorkomen dat er een stormloop op kaarten zou komen. En wat heel leuk was, is dat Herman bijvoorbeeld de eerste voorstelling was op donderdag. En dat hij de woensdagavond daarvoor in zijn eentje voor een lege zaal zijn hele programma heeft gespeeld. Omdat hij precies wilde uitmeten en hoeveel stappen moet ik zetten, waar sta ik in het licht. En dat was heel bijzonder om zo'n vakman op die manier bij ons aan het werk te zien. Het is vandaag Dierendag op de Stadsboerderij. En dat kun je wel zien ook. Er zijn heel veel mensen gekomen. En waar komen die mensen allemaal voor? Ze komen allemaal om te kijken hoe het met de dieren is, om ze te verwennen, om te genieten van alle activiteiten die hier worden georganiseerd. Er is een springkussen, de dierenassisten voor informatie te geven. Er is een popcornmachine, je kunt sminken, zijn kraampjes en zelfs de ponykarren rijden ook nog. Dus, wat springt er bovenuit? Ja, voor ons meestal, de meeste reacties komen toch op de ponykar, die ze het ontzettend leuk vinden. En de laagdrempeligheid, de gratis ingang, de vele mogelijkheden die hier zijn. Dus dat is het eigenlijk wel een beetje. Ja, want er staat ook iemand naast jou en die heeft een konijn bij zich. Waarom heb jij dat konijn op je arm? Waarvoor doe jij dat? Zij wil graag aandacht. De aandacht, want je kunt hier ook een konijn adopteren, las ik. We hebben een formulier en dan kunnen mensen geld doneren. En van dat geld halen we speeltjes voor de konijnen, hokkenonderhoud, van alles en nog wat doen we daarvoor. Om de dieren nog een leukere dag te bezorgen hier op de boerderij. En waar iedereen blij van wordt. En ik heb ook begrepen dat de mensen dieren een naam kunnen geven. Er is een kraampje en daar is een chocoladehuisje. Wat je kunt winnen als je de leukste namen hebt bedacht voor de twee nieuwe varkens van ons. En morgen gaan onze werknemers met z'n allen beslissen welke de leukste is. En die krijgt de hoofdprijs, het chocoladehuisje van de Staatsboerderij. Ja, en het zijn twee vrouwtjes. Dus, de varkens, ja. Ja, dus dan weten de mensen dat. Ja. Oh ja, ze moeten dus een meisjesnaam bedenken. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik sta hier bij twee kinderen die prachtig gesminkt zijn. En wat ben jij eigenlijk vandaag? Een tijger. Tijger, en jij? Een liefje beestje. Een lieve heerbeestje. En hoe vinden jullie het op de Stadsboerderij? Goed, leuk. Pony, ben je al op de ponykar geweest? Nee. Nog niet. Misschien moet je dat nog even doen, of niet? Ja. Misschien wil oma dan wel met jullie mee. Nou, veel plezier nog, hè? Ja. Er
worden nog steeds hoorspelen gemaakt. Alleen ja, niet meer op de manier worden ze beluisterd als dat wij vroeger deden met een doppindaatjes. Alhoewel ik dat zelf nooit heb gedaan. Maar mijn ouders wel met doppindaatjes rond de tafel, samen gezellig met z'n allen. Ja, we doen dat nu op andere manieren. Op een gegeven moment loopt Jim maar verder. Maar op een gegeven moment wordt het geluid alleen maar harder. En hij hoort iets dichterbij komen. Hij vindt het maar vreemd. Wat moet ik dat doen? Op een gegeven moment kijkt hij achterom en ziet hij een vreemd monster. Gelukkig, het is een schaap. Maar het is wel mooi om hun te laten, of die kinderen te laten beseffen van geluid en verhaal schrijven. En heeft ook nog iemand tekst en dan laten we het allemaal samenkomen. En dat is wel even een andere vorm van creativiteit. Maar ik moet zeggen dat verbazingwekkend genoeg heel veel geluiden die wij meegenomen hebben gebruikt zijn voor een hoorspel. Dus blijkbaar is dat dan toch nog wel interessant genoeg om iets fysieks te pakken. Hoe vond u de beleving van de deelnemers? Ja, dit was supergroepen. Dit was echt een supergroep. Die waren heel aandachtig. Het is nog vroeg in de ochtend, dus misschien dan daarom. Maar ze deden het heel goed. Ja. Ik lig met mijn hoofd in. Deze groep. Dan moet ik nu een mooi kadertje maken. Dan moet je wel recht omhoog doen. Oké, tempo. Mooi. Het is iets langer geluid, een beetje wassig geluid, het is wel mooi. Ik moet alleen daar nog wat maken. Gaan we er aan. Wauw. Ja, is beter. Wat is het doel ervan? Het doel is voor mij, we hebben eigenlijk beperkte tijd, want het is maar een uurtje, dat we even gaan snuffelen aan hoe het is om te gaan monteren. En als je video maakt, filmpjes, dan wil ik altijd een verhaal vertellen. Het is in dit geval een beetje moeilijker, maar je probeert toch een stukje sneller, een stukje langzamer, een stukje harder, een stukje zachter, zodat er wat dynamiek in het verhaal komt. Wat hebben we zojuist gezien en gehoord? Nou, we hebben een filmpje gezien wat gemaakt is door kleine, korte geluidsfragmenten op te nemen met de camera en dan in het videomontageprogramma daar een mooie brei van te maken. Ik noem het altijd geluidscollage, dus je bent eigenlijk aan het knippen en plakken met geluiden. De gemeente Almelo en woningcorporatie Beter Wonen werken in het project Tussendoor samen om braakliggende terreinen te voorzien van een tijdelijke invulling. Op het terrein waar vroeger de textielfabriek van Bendien stond, is in 2013 een kunsttuin gerealiseerd. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van het werk van Antoni Gaudí als inspiratiebron.